Al 14 jaar lang maken ze rock en roll met een stevig schuimende kool. Ze hebben een strafjaar achter de rug. Zelfs als ze voor de mop een nummer cover, wordt het een monsterhit. En nu hebben ze tussen het toeren door ook nog eens de soundtrack van de nieuwe Vlaamse film Offline gemaakt. Hier is Triggerfinger. Welkom, heren. Wat een jaar, hè? Wat een jaar. Jullie zijn eigenlijk al heel lang bezig, dat weten we allemaal. Maar dan die ene cover, die heeft de boel wel helemaal doen ontploffen. I Follow Rivers, dat net nog door jullie live hier gebracht. Hoe lang heb je ook weer precies aan dat nummer gewerkt? Een kwartier of zoiets, denk ik. Dat is goed verdiend. Eigenlijk wel. Ja. Ja, goed gespendeerde tijd. Heb je eigenlijk al een reactie gekregen van Lucky Lee, de Zweedse Lucky Lee, van wie het origineel is, waarvan iedereen, als het dan nog eens hoort op de radio, zegt van oh, dat is tof, die heeft ook zo de versie van een liedje van Trigger. Nee, we hebben haar manager wel gezien in Londen. We hebben overlaatst in Londen gespeeld en die was komen kijken. En ja, die blijkbaar vindt ze het wel een goede versie. Ja, dus, dat valt dan mee. Merkt ze iets aan haar bankrekening? Want allee, jullie versie heeft het beter gedaan. Ja. Absoluut. Wij maken die stinkend ruik eigenlijk. Ja, dat is... Maar dat gaat dus allemaal naar Ginder? Niet allemaal. Maar een groot stuk. Een groot stuk. Ja. Maar iedereen kent het. Hè. Het bewijs dat iedereen het kent is dit. Triggerfinger. Waar denken jullie dan aan? Dat weet ik niet zo. Dat kan ik niet zo. Alleen. Ja. En nu met tekst? I follow you. Do need you, baby. En waarover gaat dat nummer nu? Ja, ik denk dat gaat zo van... je moet je rivieren volgen naar de liefde. Ik heb die rivier nu niet gehoord. Ah, ja. Follow me to the rivers. I follow you. Deep sea, baby. I follow you. Dark boom honey of zoiets. Don't you worry. Don't go running. Dark, wat was dat? Dark boom honey. Dark boom honey. Dankjewel, hè. Is dat nu niet straf? Jullie maken een cover bij wijze van grap in een kwartier. En iedereen kan het ook ongeveer dan meezingen. Terwijl jullie al drie fantastische rock and roll platen uit hebben. Dat is ook net wat dat fijn is aan muziek maken. Je weet nooit wanneer dat er wat gebeurt. En soms doe je iets zonder voorbedachte raden eigenlijk. We hadden ook niet gepland om dat uit te brengen als single. En wij waren dat met drie aan het uitzoeken. Van ja, wat gaan we hiermee doen met dat liedje? En ik weet nog, wij waren dat akkoorden aan het uitzoeken met elkaar. Ik speel dat, jij speelt dat, oké. En dan hadden we dat thema. In het origineel zit ook het wat ik dan gefloten heb. Dat is een melodieke dat daarin zit en ik was zo nog aan het uitzoeken van ja, zal ik dat nu gewoon op gitaar spelen? Maar ja, dan vallen die akkoorden weg, dus misschien moet ik dat gewoon fluiten, zo, weet je. En zo'n, ja, een on-the-spot, onnozel beslissing van ik fluit dat wel even, Bobby aan achterna. Ja. En dan ineens ja, wordt dat opgepikt en dan wordt dat ineens zo waanzinnig. Tasjes en kopjes en oh ja, het is dat. Wat er voorhanden was gewoon. Ja, ja, en maar eigenlijk is het ook zo als wij zo akoestische sessies doen, dan kom ik meestal ook wel op zoek naar een vuilbak of zo om op te spelen. Ja. En in dit geval ik zoiets van, allee, weer al een vuilbak, we hebben dat al gehad. En ik had zo juist de nieuwe hedendaagse, de oudere man met de gsm en de apps. En ze zo, wow, ik heb dat nieuwe apps. Dat liedje kwam gewoon uit de iPhone. Uit mijn iPhone gewoon eigenlijk geprogrammeerd. Ik dacht van, hey mannen, wat denkt u? En ze hadden zoiets van, wow, te gek. Maar toen was ik werkloos. Ja. Want ik kon niet meer spelen, ik moest dat gewoon opzetten. Dus ik dacht van, ja. Weet je wel, er zit ook zoiets, een tommeke, een doedoedoedoedoedoedoe. Ja. Ik dacht van, oeh, ideaal. Ik ga naar de keuken en ik... Op alles zien spelen, op de kont van je vrouw in kluis. Letterlijk, echt waar. Maar goed, waar zijn jullie momenteel mee bezig, Mario? We zijn veel aan toeren op dit moment, vooral in Duitsland. Daar gaat het als een bom, zeg maar. En ja, het plan is om na deze tour even een vakantieke in te lassen, want... We zijn uiteindelijk niet alleen maar vanaf oktober aan toe, maar we zijn eigenlijk al sinds 2010 continu eigenlijk op de baan. Maar het gaat fantastisch hard, hè. In Duitsland, maar ook in Nederland. En zeker de Nederlandse fans. Daar zijn er nog twee die nog eens extra iets willen zeggen tegen de jongens van Triggerfinger. Ik denk dat wij in Nederland, Jan en ik, en de rest van de wereld draait door, jullie grootste fans zijn. Een van de eerste vooral, want nu spelen jullie alle zalen plat. Ik denk zelfs dat als we zouden zeggen Triggerfinger staat in het Gelredome,
dat het vol is. Ja, dankzij ons. Nee, dankzij... Nee. Nee, nee. Nee, vooral dankzij... Geef me nou goede tekst. Ik... Ja, nee. Jan, daar zitten ze. Oh, nou, dat wordt nu even aan jou, Jan. Ja, Triggerfinger, van harte gefeliciteerd met deze schitterende prijs vanuit Nederland. En dat wil toch wat zeggen? Ja, ze krijgen helemaal geen prijs. Oh, wat ze zitten gewoon, ze zitten gewoon in een andere studio en ze zouden het leuk vinden als wij even... Zullen we even een salut doen? Gewoon even salut. Ahoy! Deze Max van Tassel. Het is duidelijk, dat zijn grote mannen. Ze zijn dol op jullie. Ja, en de wereld draait door. Maar wat betekent voor jullie dat programma eigenlijk? Ja, want wij zijn de eerste keer dat we er waren, hebben wij daar First Taste gespeeld. En dat is niet een van onze stilste liedjes. Weet je? Dat is echt bij het meest intense dat we hebben. En zij waren daarvoor te vinden. Zij weten we gaan dat gewoon doen. Dus op zich... Oh. Is dat wel cool? Dat is niet evident dat je hier kunt blijven. Het dak eraf blazen. Maar toen stonden we nog niet in de positie waar we nu staan. En zij hebben er ook mee voor gezorgd dat die clubs in Nederland ook sneller uitverkochten. En dat er ook, zo werkt dat nu eenmaal. Hè. Als je op tv komt, dan zien meer mensen dat. En dan reclame. Maar nu lukt alles, zo lijkt het wel. Jullie zijn bezig sinds 1998. Is het ooit moeilijker geweest? Ja. Dat voelt zo niet. Het voelt zo niet, maar allee, we hebben natuurlijk, bedoel, dat is onze familie. Hè. Je hebt ups en downs, hè, voilà. En, maar je gaat daardoor en je maakt daardoor ook waarschijnlijk betere plaatsen, je gaat beter spelen. En dat is ook fantastisch, bedoel, hoe dat dan nu, zeker nu op dit moment, dat groeit overal. En op een gegeven moment voelde wel zo'n, je weet perfect wat je aan iedereen hebt. En dat is eigenlijk ook wel heel schoon. Pollen, werken die mannen nu nooit op het systeem? Ik denk dat iedereen er zo mis. Echt? Ja, denk het wel. Denk het wel. Ik kan heel, heel druk zijn en heel... Druk? Ja. Rust zelf in op de sofa. Begin er dan eens aan. Heel druk. Denk ik zo. Allee, dat valt toch wel mee. Ja. Maar nee, eigenlijk niet. Dat is... wij zijn nu toch 10-12 jaar bijeen. Allee, onder ons drie toch. En echte ruzies kan ik me niet herinneren. Wel een beetje stress, maar nooit niet echt... Zo, op het punt van nu wil ik die nooit meer zien. Nee. En ze zijn er weinig groepen eigenlijk. Dat is ook wel waanzinnig als je ziet hoeveel dat wij samen zitten. Ja. Wij zitten constant samen. De laatste twee jaar. Je zit in een tourbus of in dat busje of in de hotelkamer of in een backstage of op een vergadering of in een tv-studio. En gezien. Ja. Ja. En ook alleen, er gebeurt dan als op 12 jaar tijd. Ook privé gebeuren er dingen. En het is niet altijd even gemakkelijk, maar we hebben veel met elkaar dan op die momenten. Dus ik koester dat. Ik denk dat we alle drie heel erg koesteren ook. Eén ding wat ik me soms afvraag als ik die op Rock Werchter echt zie gaan en de pannen van er is geen dak in Rock Werchter, dus dat slaat nergens op. Maar als je bij 40 graden in die strakke maatpakken van jullie daar staan, heb je dan soms een beetje spijt van het concept van die pakken? Nee. Eigenlijk niet. Nee. Want dat is eigenlijk dat is iets wat dat... Ja, dat hoort bij heel het ding wat we doen. Zo. Dat is voor het optreden, dat is een half uur van tevoren of een uur van tevoren die pakjes aan doen. Dat is eigenlijk zo mentaal een voorbereiding op dat moment wat dat gaat gebeuren. En het panzer, het harnas gaat aan. En dan vertrekt dat. Ja, en dat is soms warm. Maar dat is ook een beetje het sport geworden. Dus van, ja. En zeker voor mij. Ik hou mijn vest aan, hoe warm dat het ook mag zijn. Ik hou mijn vest aan. Heb je nog zo'n manieren om jullie op te pompen? Want het is ook elke avond weer die verwachtingen in los. Het moet de laatste show ooit zijn, hè? Iedere keer weer. Dat is wat dat ook soms wel moeilijk maakt. Als je 20 keer of 30 keer speelt op een jaar, dan is het makkelijker om al die verschillende... Om die concerten allemaal heel intens te spelen. Als je er zo 160 doet per jaar, dan... Ja, dan moet je soms uw energie even gaan zoeken. En waar zoek je die dan? In elkaar, sowieso. Ik dacht dat je gaat seksdrugs en rock en roll komen. Ja, waar zoek je dat dan? Nee, als wij op het podium stappen en dat spel vertrekt, dan kun je niet achterblijven. Als er één van ons met drie een beetje een mindere dag heeft, die twee anderen die sleuren je aan hun nekvel gewoon voort. Dat is een storm waar je instapt en dat gaat vooruit. Voilà. En dat is ook heel fijn, dat je elkaar meetrekt daarin. Je hebt ondertussen ook de film Offline van muziek voorzien. Fantastisch nieuwe film, waarover straks nog meer. Maar hebben ze lang aan jullie mouw moeten trekken voor jullie ja zeiden?
Nee. Wat heeft jullie meteen doen beslissen van, we doen dat? Ik weet dan nog dat dat op Pukemarok was, denk ik. Ja. Ja. Dat Peter Monsaert bij ons kwam zitten en met het idee van de film even kwam voorstellen. Zo. En dat was eigenlijk van ons, zo, dat is nog iets wat we nog niet gedaan hebben. Laten we dat eens proberen. Zo. En dat was eigenlijk ook plezant, want die meeting dat ging ook direct over muziekjes, hoe dat hij het zag. En bedoel, ja, dan zit op het juiste adres. Ja. Zo, en wat wordt het volgende project? Nieuwe plaat. Wanneer? Vanaf januari beginnen we aan nieuwe liedjes te werken en dingen die dat we al hebben liggen of waar we al aan bezig waren af te werken. En daar gaan we een paar maanden mee zoet zijn, denk ik. En intussen gaan we nog in februari zitten we nog in Duitsland. Maart naar Engeland, een paar concerten. En nog eens thuis af en toe, nee? Dat doen we niet. Vanaf januari. Januari, maar dan hebben we een beetje een dagtaak. Hè. Dan gaan we om 10 uur met ons kabas naar het repetitiekot. En dan gaan wij liedjes schrijven tot 1 uur of 5. En dan met de kabas terug naar huis. En maar eerst straks hier nog live spelen natuurlijk. Waarvoor dank straks. Geen cover, maar eigen werk. Kijk al alvast geweldig naar uit. Maar we hebben ook nog een verrassing voor jullie. Freek haalt ze er nu bij. Ja. Want... we hebben dit. Ja. Dit is officieel dubbel platina voor I Follow Rivers. En dat is echt voor alle leden van de band. En dat hoort... ja, voilà. Ja. Een dikke provisie van de origineelste platina plaat die je kan zien hebben ook, denk ik. En wie gaat dan afwas doen? Voilà. Geef ze een waanzinnig applaus, de heren van Trigger Finger!